Dit is Nader. Hij is een paar jaar geleden met zijn vrouw en kinderen uit Syrië gevlucht. Nader kon naar Nederland, maar in Syrië zijn er nog heel veel gezinnen op de vlucht. Of net teruggekeerd naar steden die compleet verwoest zijn. Dat geldt ook voor de kinderen Jamila, Mohammed, Omar en Lais. Ze hebben niks meer en ze wonen in een heel klein appartementje zonder verwarming, zonder bedden. Samen met Nader praat ik met de kinderen. Susma. Zeki. Hij heet Zeki. Zeki, hoe oud ben jij? Dit is Amrek Zeki. En Amrek Daphne. 11 jaar. 11 jaar. En ga je naar school? Amtrouw aan met de rest heen? Waarom? Ja, hij gaat naar school. En als je naar school gaat, zie je dan, hoe ziet het eruit op straat? Zijn er veel gebouwen kapot? Hoe ziet het eruit? Ja, dat is kapot. Oh ja? Sommige gebouwen is kapot, sommige dus blijft. Is het al koud daar, 's nachts? Wie ben ik hier in de Nederlands hier? Ben te makkelijk. Winter. Heel koud, geen huis. De vader is overleden en ze hebben een heel slechte en moeilijke situatie. Ja. Hebben jullie een warme jas voor de winter? Nee. En wat doe je dan aan als het koud wordt? Als het veel koud, ga niet naar buiten. Maar dan kun je ook niet naar school als het koud is. Ja, we gaan, maar soms niet. Nee, want soms is het gewoon te koud. Dat was heel indrukwekkend om met Syrië te skypen met Nader, mijn Syrische vriend, en te zien allemaal in dat kleine kamertje slapen, eten, koken. En met te weinig primaire levensvoorzieningen, zoals dekens en warme jassen, warme truien. En daar kunnen we dus bij helpen. UNICEF.nl/basics. Vanaf €5 kun je helpen.